Zoals je misschien wel hebt gezien, hebben wij een kantoor in België geopend. Hier in Sint-Truiden op Droompoort. En met dit kantoor in België brengen we de Droneland Experience die je in Nederland van ons gewend bent naar België om onze Belgische klanten nog beter te kunnen helpen. Ik neem je graag mee naar binnen om een kijkje te nemen in ons kantoor. Ik neem jullie graag mee naar ons kantoor op de tweede verdieping hier van Droompoort. En we hebben hier een aantal verschillende dingen staan. Uiteraard hebben we wat grote toestellen, zoals de M350 en de M30 komt hier ook bij. Met de P1 en verschillende payloads. We hebben natuurlijk onze meetingtafel met een groot touchscreen, zodat we hier alles makkelijk kunnen laten zien en kunnen vergaderen. Maar we hebben ook alle kleine toestellen. Dus de Mini 3 Pro, de Air 3, de Mavic 3 Pro, maar ook de Mavic 3 Enterprise toestellen. Met de Enterprise, de Thermal en de Multispectral. En bij een Belgisch kantoor horen natuurlijk ook Belgische collega's. En daarom verwelkomen we heel graag Guy. Hallo, ik ben Guy Verhoeven. Ik sta in België klaar voor al jullie vragen met betrekking tot drones. Hier op Droneport in Sint-Truiden. Dus welkom zou ik zeggen. En naast ons kantoor hier en onze werkplaats beneden hebben we ook nog een heel mooi dakterras boven. Wat ik je graag nog even wil laten zien. We zijn hier op het dakterras van Droneport en Droneport is een voormalig militaire luchthaven. Maar tot op de dag van vandaag landen hier nog steeds sportvliegtuigjes. Hier achter mij zie je de luchtverkeersleidingstoren, daar zit dagelijks de luchtverkeersleiding. En daar in de verte zie je de runway lopen, die is 1199 meter. Hiervoor staat nog een grote hangar waar allerlei verschillende sportvliegtuigjes en helikopters in staan. En daar een stukje verderop zie je ook de DJI Dock staan, die we hier hebben staan om onder andere demo's te geven, maar ook onder andere een runway inspection of een controle van het hekwerk mee kunnen uitvoeren. Nou, mocht je nou meer over deze locatie willen weten, je kunt uiteraard contact met ons opnemen of gewoon langskomen hier in België.